Dat gebrom, dat hoor je de hele nacht. Om de 10 minuten komt er eentje over hier. Die bromt dan gewoon. Gisteren kon ik er langs heen kijken. Dan zie je gewoon achter de wolken de streepjes. Maar ze spuiten het helemaal dicht. De heel Nederland. Overal. Europese Unie. Vreselijk. Echt vreselijk. We hebben al in anderhalve maand hoogstens 2 dagen zon gehad. En voor de rest de hele dagen dicht. En alles maar regen en mot. Alles verrot. Lijkt wel of ze de bomen kapot willen maken. Vreselijk, jongens. Oh, moet je zien, jongens. En achter die grijze brouw die ze over ons heen spuiten, schijnt gewoon de zon. Hij is gewoon mooi weer. Normaal had het dan veel kouder moeten zijn. Minder vochtig. Maar ze doen het gewoon in een verrottingsstand. En dan blijft er gewoon niks over. Totaal niks. En dan zeggen ze ja, climate change. En daarna innen ze het gewoon als biomassa. Het is gewoon biomassa. En wie... Oh ja, wat ik ook nog hoorde, dat vind ik ook vreselijk. Het schijnt dat wij in Nederland 60 miljoen euro gebruiken als een soort subsidie om megastallen te bouwen. En wie profiteert ervan? De Rabobank. Dus en al dat leed, jongens, dat kan toch niet? En dan wordt nog gepromoot als exportproduct. Vreselijk. En dan zijn ze, je moet trots op Nederland zijn. Ik verafschuw het. Vreselijk, al die dieren. Ze houden helemaal niet van deze aarde. En al die lui die zeggen van, oh, climate change, die zijn hun zak aan het vullen over de ruggen van de natuur. Er zijn helemaal geen bloemen meer. Insecten. Ze maken alles kapot. Geen respect. En dan zegt die man van de CU, van de ChristenUnie, die zegt, ja, de natuur redt zich wel. De natuur redt zich helemaal niet. Al die christenen, hè, die nu in het kabinet zijn, hè, dat zijn de grootste boosdoeners. Dat zijn ze. En ze weten niet eens waar Christus voor staat. Christus is de Heilige Geest die in de natuur zit. Moeder Aarde. Daar zit hij. Hij zit in de planten, in de bloemen, in de insecten, in de vogels, in de zaadjes, in de eitjes. Overal zit hij in. En wij zijn renmeesters. Nou, we hebben het aan een volkje gegeven die alleen maar aan zichzelf denkt. En maximale winsten wil maken. Alles privatiseert. Het is gewoon legeroofd. Gewoon totaal legeroofd. Met hun systeem. En moet je zien wat er met die mensen gebeurt. Eat or heat is het al bijna. Eat or heat. Dus met andere woorden, je kan bijna niks meer. Zero tolerance. Hebben ze ingevoerd om ons eronder te krijgen. En het terrorisme zetten ze ook nog eens in tegen. Ik had gehoord dat er meer dan 100.000... strijders die in oorlogscombat hebben gevochten in Syrië, daar allemaal van die nare mensen, die zitten hier gewoon klaar om geactiveerd te worden. Nou, dan heb je het lekker voor elkaar. Dus ze gaan echt wel eventjes nog wat hout op het vuur gooien. Ga daar maar vanuit. Want als ze schijt aan de natuur hebben, hebben ze overal schijt aan. De andere is natural resource en de andere is human resource. En zo zien ze het. Dus mensen, alsjeblieft. Als je van je kinderen houdt, of van je ouderen, of waar dan ook, dan moet je wakker worden. Anders ga gewoon lekker door. Doei!